vorig jaar met spoed in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholvergiftiging. Dat is de helft meer dan het jaar ervoor. En dat terwijl er veel overheidscampagnes tegenaan zijn gegooid om het drankgebruik onder jongeren te verminderen. Werken die campagnes wel? De reportage is van Sietske Lichtvoet. Hersenen ontwikkelen zich van achteren naar voren. Het voorste gedeelte is pas klaar als je 21, 23 bent. Je ziet dat het voorste gedeelte dus aangedaan is als je veel drinkt, vaak drinkt, op jonge leeftijd drinkt. Dat is wat we zien. En simpelweg die bloedvaatjes die dat gedeelte van de hersenen van energie voorzien, die blijven klein als je cocaïne snuift of als je veel drinkt. En dat gedeelte kan zich dus ook niet uitgroeien als je dat doet. En dat is wat we zien. Al in 2001 waarschuwt kinderarts Nico van der Lely voor het zware drankmisbruik onder kinderen. Ze beginnen steeds jonger en drinken steeds meer. Destijds nam hij nog geen 25 dronken tieners per jaar op. Nu zijn het er 60. Het is het puntje van de ijsberg wat we zien. Hè? Dus je moet maar eens gaan kijken bij sportclubs of gewoon ergens bij scholen of schoolfeesten. Hoeveel kinderen het dan betreft die dronken zijn, dat is vele malen meer. Maar wij kijken alleen naar die kinderen die met een vergiftiging zijn opgenomen. En dit is een plaatje van iemand die niet drinkt. Die hersenen zijn actief te herkennen aan de rode gebieden. Dit is een plaatje van iemand 15 die wel drinkt. Hersenen liggen plat, hersenen zijn minder actief. Dat merk je dus ook op school. Met deze plaatjes confronteert Van der Lely jongeren die hij voorlicht over alcoholgebruik. Het heeft iets ook met de puberparadox te maken, zoals dat heet. Hè. Dat is een levensfase waar je weet dat het niet goed is, maar toch doe je het. En op dat punt moet een kind ook tegen zichzelf beschermd worden. Wij dachten dat ze aan het hockeyen was. Maar er was iets heel anders aan het doen. De 14-jarige dochter van Bart van Ginneken wordt op een avond thuisgebracht door de politie. Ze hadden mijn dochter aangetroffen met een vriendinnetje achter de supermarkt, drinkend. Werd ze thuisgebracht. De meiden dronken briezers, gepikt uit de supermarkt. Bart van Ginneken had geen idee dat zijn dochter alcohol dronk. Hij had het daar ook niet verboden. Wij hadden het er wel eerder thuis over gehad, uiteraard. En mijn dochter zei duidelijk van nou, als je dat verbiedt, ja, dan ga ik het toch doen. Ja. Heeft het zin om tegen die kinderen te zeggen, het mag gewoon niet? Ja, absoluut. Het heeft zin om te zeggen nee. Dat blijkt uit onderzoek uit de groep van Nijmegen. Die kinderen waar tegen nee gezegd is, gaan later in het leven minder drinken. Dat heeft wel degelijk zin. En dat is wat we ook gebruiken als voorlichting richting de ouders. Nee is nee, dat heeft zeker zin. Volgens Van der Lely werken de campagnes gericht op ouders wel degelijk. Je ziet nu de leeftijd van diegenen die we opnemen als kinderarts in Nederland, die stijgt. En dat is voor het eerst eigenlijk, want de afgelopen jaren zag je dat de gemiddelde leeftijd alleen maar aan het dalen was. En met vorig jaar gemiddelde leeftijd van 15,0 jaar, dus nu 15,7. Dus dat is wel goed. Alleen we zijn er nog niet. Toch is Van Ginneken teleurgesteld in de informatievoorziening voor ouders die meer willen weten over het alcoholgebruik van hun kinderen. Bij de instantie waarvan we denken, verwachten dat er wat te halen valt in die zin, ja, bleek niet zoveel mogelijk. Tenzij, werd ons telkens verteld, de situatie van een kind al heel erg geëscaleerd, erg was. Net zo Bacardi Breezer. Ik drink ook vaak Bacardi. Ja, gewoon op feestjes. Als je niet hebt gedronken, dan hoor je er niet bij, laat ik zo zeggen. Kinderarts Van der Lely pleit nu voor meer aandacht voor 16-plussers die te veel drinken. Dat heeft weer te maken met de wetgeving in ons land. He, dat je mag gaan drinken van de leeftijd van 16. Maar we langzamerhand toch wel een uitzondering gaan vormen met ten opzichte van de rest van Europa. U zegt de leeftijd voor het gebruik van alcohol moet van 16 naar 18 jaar. Ja, als dokter zeg ik 21, maar dat is sowieso niet haalbaar in Europa. Maar 18 ben ik erg blij mee, dus ook echt, dat moet ook echt gaan gebeuren. Maar hoeveel heb jij nu op als ik vraag, man? Ja, dat zou ik echt niet weten. Ik ben bij, denk bij 60 tel kwijtgeraakt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt geschrokken te zijn van de vandaag gepubliceerde cijfers. En ze wil ook nu dat het gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 jaar strafbaar wordt.